Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Je zult wel deze video hebben gezien en gedacht van... Ze stopt met haar kanaal. Ik val maar gewoon gelijk met de deur in huis. Ik ga niet stoppen met mijn YouTube kanaal. Vandaag dus een beetje een onverwachte extra video. Ik heb hier heel lang over nagedacht. Maar dat zegt men altijd in elke video. Maar het is echt zo. Het is heel cliché. Maar ik ga stoppen met mijn kwastenlijn Sarah Marie Cosmetics. Het is niet echt een kwastenlijn. Ik had in mijn hoofd om echt een hele make-up brand te creëren. Maar ik ben begonnen met kwasten en daar is het eigenlijk ook gewoon bij gebleven. Waarom ga ik stoppen? Er zijn een aantal reasons. Ondanks dat alles goed ging met het bedrijf in principe. Het ging gewoon helemaal goed. Ik had veel bestellingen. En ja, het ging eigenlijk gewoon helemaal goed. Dus waarom stop ik ermee? Nou, dat is dus om een aantal redenen. 1 is de tijd. Ik heb niet veel tijd voor nog een hele bedrijf. Ik geef toe, ik had het een klein beetje onderschat. Wat ik wel vaker doe in mijn leven. Ik onderschat heel vaak shit. En ik denk niet heel veel na voordat ik iets doe. En ik ben best wel impulsief. Maar het kost super veel tijd. En voor iemand die alles in de uppie doet. Die ook een hele YouTube kanaal is. Die nog echt up in de groei is. Ik ben helaas nog niet een super groot YouTube kanaal. Ik ben nog volop in de groei. En mijn kanaal kost mij zoveel energie. Ik heb heel veel dingen die ik moet doen. En een hele kwastenlijn ernaast runnen. Een heel bedrijf ernaast runnen. Kost toch wel veel tijd. Vooral als je het helemaal alleen doet. Dus dat is er eentje. Ook financieel gezien. Zoals ik al net zei. Ik ben dus echt nog helemaal in de groei met mijn kanaal. Ik financier alles alleen. Ik heb geen hulp. Ik heb niks geleend. Ik heb geen vriend of vader of moeder met superveel geld. En ik wil eigenlijk gewoon het liefst alles in mijn kanaal steken. Dus elke cent, elke euro die ik heb, wil ik het liefst gewoon in mijn kanaal steken. Zodat gewoon mijn kanaal groeit. Maar nou moest ik het splitsen. Dus en mijn kanaal en mijn kwastenlijn, mijn bedrijf. En ik merkte toch dat ik, ja, ik wil toch meer in mijn kanaal investeren zonder dat ik nog een stukje geld nog in iets anders moet doen. En een van de grootste reasons waarom ik ermee stop is omdat ik er geen plezier in heb. Ik heb er gewoon totaal geen plezier in. Ik kwam gewoon ook op een punt dat wanneer mensen kwasten hadden besteld, dat ik gewoon een beetje annoyed werd. Want dan wist ik weer, oké, dan moet ik weer die hele pakketten maken, gaan versturen, al dat gedoe. Kijk, ik had dus in mijn hoofd, ik had een beetje een droom in mijn hoofd. Ik vond het heel leuk om make-up te creëren, om kwasten te creëren. Dat is heel leuk. Ik vond het leuk om het te maken, om te zien hoe het ook echt werd. Dat vond ik allemaal heel erg leuk. Maar dat is maar 10% van wat je doet. De rest is gewoon puur verkoop. Pakketten maken, marketing, online, pakketten versturen, praten met klanten, klantencontact, dat soort dingen. Dat is helemaal de rest. Dus het deel waaruit ik het meeste plezier haalde was zo'n klein deel dat het eigenlijk niet meer echt opweegt. Dus ik vond het gewoon niet meer leuk. Ik had gewoon geen zin meer. Dus ondanks dat het gewoon goed ging, het werd meer een last dan dat ik er echt vreugde nog in had. Dus ik heb dat nou al wel een tijd. En ik dacht bij mij, ja, Sarah, stop er gewoon mee. Dus vandaar dat ik er gewoon nou voor kies om er gewoon mee op te houden. En het is ook gewoon nou definitief. Er is ook geen sale meer of wat dan ook. Want ik heb bijna geen kwasten meer. Dus ik heb gewoon alles weggehaald. De Instagram is weg. De site is weg. Alles is weg. Sarah Marie Cosmetics is gewoon helemaal weg. En het doet wel een beetje pijn in mijn hart. Want ja, het is wel iets groots wat ik had gecreëerd. En ik was er zo trots op. Ik ben er nog steeds trots op. Maar ja, als het gewoon niet meer werkt, dan moeten we er gewoon mee ophouden. Ik heb er ook echt super veel van geleerd. Ik vond het ook echt heel erg leuk. Het was echt totaal geen mislukking. Maar ja, af en toe gaat gewoon iets niet helemaal zoals je het had verwacht. Ik had ook voordat ik met mijn kanaal begon, ik wilde heel graag een baan in de make-up. In een make-up winkel. Want ik dacht in mijn hoofd, ja, dan kan ik lekker elke dag in de make-up. En dat is leuk met make-up. Een baan in de make-up. Maar uiteindelijk als je een baan hebt in een make-up winkel, is dit deel make-up en dit deel is gewoon verkoop. Dus ook in een make-up winkel was ik toen een beetje teleurgesteld. Ik weet ook niet wat ik dacht, want het is gewoon een winkel, dus het is gewoon verkoop. Maar dat was ook zoiets. En dit is nou precies wat er ook is gebeurd met mijn kwastenlijn. Dit deel was leuk. Dit deel was niet meer leuk. Ik had er ook over nagedacht om misschien mensen in te huren, dat hun alles gaan doen voor mij. Maar ik dacht bij mijn eigen, ja, laat het gewoon. Whatever. Je vindt het gewoon niet meer leuk. Laat het gewoon. Dit zijn dus mijn kwasten, mijn kwastlijnen. Als je mijn kwasten hebt, ik hoop echt dat je er nog heel veel plezier van hebt.
En deze kwasten ga ik dus ook niet meer gebruiken op mijn kanaal. Gewoon puur omdat ik niks gebruik op mijn kanaal wat er niet meer is. Dus als ik die kwasten nog gebruik, maar je kunt ze niet halen, heeft het niet echt meer nut. Dus ik ga weer terug naar de kwasten die ik gebruikte voordat ik überhaupt een kwastenlijn had. De kwasten die ik nu weer ga gebruiken. Ik heb echt heel veel gemixt. Het is niet gewoon één brand. Ik heb hier van Real Technique. Ik heb hier van Morphe. BH Cosmetics heb ik hier. Dus het is echt wel heel veel gemixt. Dus daar ga ik nou niet al te veel op in. Er komt nog één video online waarin ik mijn kwasten gebruik. Maar vanaf daarna gebruik ik gewoon weer mijn andere kwasten. Dus ja, ik dacht ik maak heel even snel een extra video om dit even te vertellen. En ja, ik ben heel enthousiast om weer nou volledige energie in mijn kanaal te steken. Want dat is wat ik gewoon altijd wilde. Ik haal echt superveel plezier uit mijn kanaal. Ik vind video's maken echt het leukste ever. Ik vind het echt superleuk. Dus nou kan ik weer gewoon volledig 100% gaan voor mijn kanaal. Zonder dat er nog iets aan mij hangt waar ook aandacht aan moet worden besteed. Nou, dit was dus vandaag een extra video. Ik hoop jullie weer terug te zien bij de volgende video. Doei doei!